Kemi Agustin, na een lange carrière in het betaald voetbal, recentelijk nog spelend op de Filipijnen, is terug in Nederland. Staat onder contract inmiddels bij TEC en is zowaar speelgerechtigd. En maakt om die reden vandaag zijn debuut tegen AFC, dat hier de eerste mogelijkheid krijgt. Via Van den Brink twee keer zelfs. En zijn tweede poging strandt op doelman Van der Sman van TEC. AFC in het kalenderjaar, in dit kalenderjaar 2017, de slechtst presterende ploeg in de tweede divisie, komt hier onder druk te staan. De 28e minuut met Fink. Goede redding van Potveer, de herkansing van Agustin. Raakt in eerste instantie het been van Willemsen en zijn tweede poging verdwijnt uiteindelijk over. Potveer, een uitstekende vervanger onder de lat bij AFC van de al wat langer geblesseerde Zonneveld. Potveer die overkwam van Zwaluwe 30. Hier verdedigt de AFC niet al te best uit. Opnieuw Vink, Emilio Vink wil om de doelman heen, dat lukt niet. Holder loopt er ook nog tussen, die komt niet aan de bal. Maar die bal wordt uiteindelijk ingeschoten door Van Beek. Maar nog steeds doelpuntloos inmiddels de slotfase van de eerste helft. Daar is Kwee, die stuit op Van der Sman. De herkansing is voor Nijpels, die krijgt de mogelijkheid. Nou ja, mogelijkheid, die verschaft zichzelf een mogelijkheid. Maar die tilt de bal uiteindelijk over. Gerry Fink, technisch adviseur bij TEC, stapte eerder deze week op bij Ajax, waar hij onder contract stond als coach van de onder 17. Ziet hoe zijn ploeg aan het begin van de tweede helft een beetje in de problemen komt door dit schot van Richard, maar het wordt gestopt door Van der Sman. AFC won nog geen uitduel, TEC won nog geen thuisduel. Dit is Holder, die stuit op Potveer. En dan kan AFC verder uitverdedigen. TEC heeft dan inmiddels gewisseld, evenals AFC. Bij TEC is Korts op het veld gekomen. Bij AFC Jesse. En met nummer 12, dit is hem, Jesse. En de doelman van TEC. Du Châtelier, die aan het eind van dit seizoen stopt, dat is al bekend. Die vertrekt naar Frankrijk. Ziet in de tegenstoot uit dat schot van Jesse. Deze situatie ontstaan de voorzet van Fink, de treffer van Korts. En waar de ene invaller voor AFC de kans laat liggen, scoort de andere invaller bij TEC wel. AFC protesteert, hier lijkt sprake van een overtreding op Richard. Scheidsrechter Keil laat doorspelen, daarvan profiteert Fink. En Korts zorgt, minder dan 20 minuten voor tijd, voor 1-0. Agustin. TEC dat vanaf dat moment wat makkelijker is gaan voetballen. Dit is een invaller, Maria, die speelt die bal eigenlijk tussen twee medespelers in. Fink pikt dan op, Fink. De paal, de doelman en de goal. En met deze via treffer komt TEC dit seizoen aan zijn eerste overwinning van de competitie. Er is wat geluk voor nodig en wat pech bij doelman Potveer. Het eindigt in 2-0.